Ik ben Paul van Loon en dit is mijn boek Dans Macabre, het begin. 13 oktober 1876. Ga nooit naar de abdij, waar het kwaad sluimert en onheil rondsluipt. Florian en Isabella mogen absoluut niet naar de abdij. Volgens hun pleegvader Damian gebeuren daar mysterieuze dingen. Stiekem gaan ze toch. Op de avond dat het orkest de dans macabre speelt. Verborgen achter de koorbanken zien Florian en Isabella hoe een zwarte schaduw over de muzikanten trekt en de abdij begint in te storten. De brokstukken vallen om hen heen, ze moeten ontsnappen. Dat is het begin van een avontuur vol angst, op de vlucht voor het onnoembare dat op zoek is naar Isabella. Waarom? Wat wil het onnoembare van haar?